Bureau Bart. RN7. Shania Twain en I'm Gonna Get You Good op RN7. Goedemorgen, dit is Bureau Bart. En goedemorgen Joris en goedemorgen Elkie Rosa Gerritsen. Goedemorgen. Wat leuk dat je er weer bent. Ja, vind ik ook. Gezellig altijd. We kwamen erachter dat het... Ja, het is altijd wel gezellig, hè? Mm-hmm. Ja, als wij, dat is wel een leuk praatje altijd. Ja. Het was een dik half jaar geleden. Toen kwam je praten over die prachtige voorstelling. 12 Nights or What You Will. Die werd toen uitgevoerd in de Honigfabriek. Ik was er toen bij. Ik vond het heel gaaf, die voorstelling. Bijna surrealistisch. Een beetje een poëtische voorstelling met live muziek over een vrouw die zich moet verharden in een nieuwe wereld. Met heel veel stropdassen, weet ik me nog te herinneren. Ja, 5000, zoiets, denk ik. 5000 stropdassen, ja. Dus, en nu met die 5000 stropdassen naar Delft. Ja, klopt. Het Delft Fringe Festival. Ja, heel tof. Heel bijzonder. Onverwacht ook, denk ik. Want Delft Fringe Festival is eigenlijk een festival voor jonge makers. Dus daar heb ik mezelf maar onder geschaard als een jonge maker. In die zin dat ik nog niet zo lang bezig ben met maken. En ik heb mij toen maar gewoon aangemeld. En dan moet je geselecteerd zien te worden. Yeah. En ik dacht, en met mijn collega's, ook Joris, zo van, nou ja, hè, eerste ding dat we maken, we worden toch niet geselecteerd. We kunnen het altijd proberen, maar ja, het wordt zal niks. Dan niet. En toen, ineens, was daar in januari het bericht dat wij geselecteerd waren. Dus toen dachten wij, oei, nu moeten we dus naar Delft. En mijn topografische kennis liet het ook een beetje afweten. Ik dacht aan Delftzijl. Dus dat van Groningen. Ja. Maar nou, dit is een beetje de andere kant op. Van die, met die blauwe aardewerkjes. Ja, ja, ja. En die mooie wijze bij tegeltjes. Rotterdam ben ik inmiddels achter. Maar het is allebei ver weg. Dus dat maakt eigenlijk ook geen zak uit. Het is gewoon maar je het is een hele toestand. Ja, je hebt Delft nu dus ontdekt, hè? Ja. Zeg, toen ik de voorstelling zag, was dat in de Honigfabriek. Om even terug te gaan naar 12 Nights or What You Will. In de grote fabriekshal. Het was donker. 5000 stropdassen. En een meisje die op blote voeten doorheen loopt. Die valt om wanhopig lijkt te zijn. Mm-hmm. Ga je in diezelfde setting naar Delft? In principe, de basis van de voorstelling blijft hetzelfde. Maar we hebben natuurlijk niet de Honigfabriek daar. Nee. Dus wij spelen op een andere locatie, de sigarenfabriek in Delft. Dat is eigenlijk een monumentaal oud pand, verstopt boven een vlees- en kaaswinkeltje in de binnenstad van Delft. Oh, wat, dat is gewoon het beeld van Delft. Ja. Zo'n kaas met zo'n trapgeveltje erboven. Ja, heel ouderwets allemaal. Ja. En dan loop je dus door een steegje en dan kom je in de sigarenfabriek. En dat is eigenlijk een wat veel kleinere ruimte. Minder hoog ook. En met palen in het midden. Dus de ruimte is eigenlijk totaal anders. En ik ben daar gaan kijken. En toen dacht ik, oei. Hoe gaat onze voorstelling, zoals we die hebben gemaakt, werken op de nieuwe locatie in Delft? Dus de uitdaging was geboren? Ja. En daarom dacht je van, ik neem Joris mee. Joris was toch altijd Joris was. Ja, nee, Joris was aanwezig. Joris is cruciaal, want zonder Joris geen voorstelling. Joris, wat is jouw rol? Jij zorgt voor je bent de man van de muziek. Inderdaad. Ja. In eerste instantie vroeg elke keer mij van, kun je een keer meedenken met deze voorstelling? Misschien kijken naar lichten, misschien kijken naar hoe we het gaan vormgeven. En daaruit ging het vrij natuurlijk naar, kan misschien wel de soundscapes erbij doen en... Ja, de muziek is eigenlijk nu een groot onderdeel ervan geworden. Het is een deels de wereld die het uitbeeldt. En deels de emoties van de hoofdrolspeelster. Er zit ook een interessante speling tussen mij als muzikant en Maria als actrice. Waar wat ik doe met de piano invloed heeft op haar spel. En haar spel ook weer beïnvloedt wat ik live speel. Dus elke voorstelling is eigenlijk anders. Sommige dingen staan gewoon niet vast en weten we dan pas hoe het eruit gaat zien. En dat wordt ook nu in Delft de nieuwe uitdaging. Ja. Uitdaging. Hoe gaan we die nieuwe hal naar de voorstelling zetten? Maar het is leuk om eventjes de sfeer even neer te zetten. Want dit is wat jij gemaakt hebt dan, hè? Ik kan het in beeld er natuurlijk niet bij laten zien. Maar dit is dan het geluid wat onder de voorstelling zit. Een deel, hè? Een deel. Een deel ervan, oké. Okay. Hier is alles nog rustig en goed. En fijn. Maar dat verandert zo wel. Ik wou dat u was, als dat ik bij u was. Was dat dan beter dan ik ben? Nou, als je een
de actrice Marie heet ze. Door de stropdassen lopen ze bijna gewoon wanhopig. En dan een hele hoge pieptoon erdoorheen. Ja, die is heel naar. Maar dat hoort, dat moet. Ja, die hoort erbij. Ja, 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 uiteraard. Het was goed, is goed over nagedacht. Woensdag 5 juni, je gaat naar het Delft Fringe Festival. Kan je kort uitleggen, wat is dat voor een soort festival? Een beetje vergelijkbaar met de Nijmeegse Kunstnacht? Nee, dit is wel echt gericht op theaters, podiumkunsten en een plek echt voor jong talent om zich eigenlijk in de kijker te spelen. Je moet ook echt geselecteerd worden. Het is niet dat je daar willekeurig zomaar iets kan gaan spelen. En er lopen daar ook mensen uit het professionele werkveld rond. Dus ja, het is eigenlijk een, ja, als je net begint in dit vak, een manier om met je kleine teen zo misschien een klein beetje in het professionele circuit terecht te komen. Ja, maar je bent wel een beetje gepokt en gemazeld intussen toch? Ja, nee joh. Ja, toch? Wanneer ben je dat, hè? In principe is dit mijn allereerste voorstelling die ik helemaal zelf heb gemaakt. Dus in die zin ben ik niet gepokt en gemazeld. Nee, nog langer niet. Voor mijn gevoel begin ik net. Valt nog heel veel te ontdekken. Ja. Nou, in ieder geval met die 5000 stropdassen naar Delft toe. Ja. Mag ik je heel veel succes wensen, Joris. Jij ook met de prachtige voorstelling. Ja, ik heb hem gezien. Het is een aanrader, absoluut. Ja, ja, ik was geboeid. Het is ook nog superleuk, dat wil ik nog toevoegen. Je kunt daar dus meerdere voorstellingen kijken. Dus je kunt echt een route maken. Voorstelling duurt max een half uurtje. Dus je kunt er een leuke marathon van maken in de binnenstad van Delft. Dus er valt heel veel te ontdekken op die dagen. En het begint volgens mij vandaag het festival. En eindigt 10 juni, dus genoeg mogelijkheden. Van 28 mei tot en met 29 mei, dus tot 10 juni. Ja, tot en met 10 juni. 10 juni is tweede Pinksterdag, dan sluiten wij het festival af. In het opzicht, samen met andere makers. Ofwel, kom kijken. Ja. In ieder geval ergens een goedkoop treinkaartje op de kop teken en gezellig naar de mooie stad Delft. Dankjewel voor de uitleg en succes. Oh ja, waar kunnen we het trouwens zien? Een preview komt op YouTube te staan, toch? Ja, en ik stuur de link ook hier naartoe. Dus misschien kunnen jullie het hier bij RN7 ergens online, weet ik veel, delen. Oké, zijn we op YouTube gaan zoeken? Waar moeten we dan op kijken? Oh, dat is een goede vraag. Google mijn naam, Elkie Rosa Gerritsen, op YouTube. Dan is dat vast hopelijk als ik het allemaal goed doe. Want technisch ben ik er ook weer niet zo onderlegd. Dan komt dat goed. 12 nights or what you will. Thanks. Yeah. Advice for the young at heart. Tears for fears.